dat we de afgelopen week één beroeving hebben gehad. Dit is gebeurd in het resort van Quarantainpolder. We hebben gehad één inbraak in het resort van Nieuwnikerie. We hebben gehad 5 diefstallen. 2 in Nieuwnikerie, 3 in Henaar. We hebben gehad 1 geval van een 362, zware mishandeling. 414, vernieling, hebben we 4 gevallen gehad. Artikel 345, dat is bedreiging, hebben we gehad 6 gevallen. We hebben 7 gevallen van huiselijk geweld gehad, meneer Bitta. We hebben 1 zelfmoord gehad, dat is in Nieuwnikerie. We hebben deze week 9 aanrijdingen, waarvan 2 onder invloed van alcohol. We hebben gehad 1 aanrijding waarbij de persoon is weggereden, artikel 4. We hebben gehad 3 verkeersongevallen, andere zaken 6. We hebben in totaal 23 personen moeten aanhouden, waarvan 8 in verzekering zijn gesteld en 15 zijn na verhoor heen gezonden. We hebben ook 2 rijbewijzen moeten invorderen. Deze week hebben we in totaal 114 bekeuringen ingesteld. Van deze 114 bekeuringen hebben 32 mensen direct betaald ter waarde van 1870 SRD. 82 hebben nog niet betaald en zij moeten een bedrag van 8820 SRD opbrengen. Als we het totaliseren, dan zien wij dat we deze week een totaalbedrag hebben van 10.690. En de vorige week hadden we een bedrag van 10.370 SRD. Op 1 juni jongstleden vond de beroving plaats te Quarantainpolder, waarbij een alleenstaande senioren vrouw beroofd is geworden van haar sieraden en geld. JPC Benschop gaat nader hierop in. In de vroege ochtend van zondag 1 juni omstreeks 3:35 uur, dat is veel voor alle 4, kreeg de politie van Quarantainpolder de melding dat er een beroving is gepleegd aan de Quarantainpolder serie B nummer 86, dus daar in de Rambaramisserweg. Daarbij zou een alleenstaande vrouw, een bejaarde vrouw, zijn beroofd van geld en sieraden. Het gaat om een zekere DK. En ze is 73 jaar oud. Deze mevrouw woonde alleen. Uit het ingesteld onderzoek door de politie is gebleken dat omstreeks 3 uur een venster van haar slaapkamer is ingeslagen met een steen. En zo op een verschrikkelijke brutale wijze. En door de ontstane opening zijn de rovers de woning binnengedrongen. De vrouw werd overrompeld en ze werd gekneveld, dus ze werd aan handen en voeten gebonden. Daarbij hebben de rovers, dus nadat ze die mevrouw hebben gekneveld, geld en sieraden van deze mevrouw meegenomen. Ze had het in huis en ze hebben dus de woning verlaten, 1 door de voordeur en 1 door de opening waar ze binnen waren gekomen. De politie heeft gelijk na de melding de opsporing ingezet van deze mensen. En na een heel goede tip vanuit de gemeenschap, ik moet zeggen, we zijn die mensen daarvoor erkentelijk, hebben we deze onverlatenen kunnen arresteren met in hun bezit een groot deel van de weggenomen goederen die daarnet aan jullie zijn getoond. Het gaat in deze om een Creoolse man en een Hindustaan. De Hindustaan is een zekere Ganga Persaud. Hij is 22 jaar oud en de Creool is een zekere Esseboom Clifton en hij is 30 jaar oud. Deze mannen zijn omstreeks 7:30 in de morgen aangehouden nabij het Quarantainstrand. Bij ondervraging hebben ze toegegeven de beroving te hebben gepleegd, deze lafhartige beroving. En uit hun afgelegde verklaringen zijn we erachter gekomen dat ze per bromfiets daar naartoe zijn gegaan. Naast de woning van de mevrouw heb je een verwaarloosde loods. Daar hebben ze de bromfiets bewaard.
En via de achterkant van de loods hebben ze de woning aan de linkerkant, rechterkant genaderd, met front naar de woning bekeken. Daar hebben ze gericht een steen gepakt, de ruit ingeslagen en in de woning gegaan. Daarna hebben ze via dezelfde weg weer de plaats verlaten, zijn in Nunikeri gekomen en hebben een taxi gepakt en daarna weer naar Quarantainstrand gegaan om waarschijnlijk de oversteek te doen naar Guyana om de zaken te verkopen. Deze mensen zijn door mij in verzekering gesteld en we kijken nog welke tentakels bij hun horen. Want u weet, als je stelers hebt, heb je helers. En de recherche van Nunikeri is druk bezig deze zaak tot de bodem te onderzoeken. En waarschijnlijk gaat het om de derde criminele organisatie waarover ik het eerder heb gehad. Dat we nog één hier hebben die we moeten elimineren. En ik denk dat we dan heel goed op weg zijn. Van deze plaats uit wil ik de mevrouw zeggen dat ze... Ik neem aan dat het een heel nare ervaring voor deze mevrouw is geweest. Het is een lafhartige daad dat je zulke oude vrouw zo verrast in de slaap. Maar u ziet het, dieven hebben geen scrupules. En als het om stelen gaat, dan zijn ze tot alles in staat. Die mevrouw is ook verwond geworden met een mes. Ze hebben die mevrouw bedreigd met een mes. En die mevrouw is haar vingers verwond.